Zoals te zien in Utrecht op de Einsteindreef. Surfjanten Ahmed en Erwin zitten achter een Renault met een lekke uitlaat. Hij stinkt ook behoorlijk, hè? Ja, bah, vies. En welke voordeling? Doen we mee met een lekke uitlaat? Schrijven? Ja, laten we even kijken wat hij te plaatsen heeft verklaard. De bestuurder krijgt een volgteken en Erwin spreekt hem aan. Hi, ik kan me voorstellen van de schuur verkeerspolitie. De reden dat we je aan de kant zetten is dat we geconstateerd hebben dat je uitlaat lek is. Je maakt een serie. Daar gaan we sowieso even naar kijken. Ik heb de auto net een weekje gekocht. Net een week geleden gekocht? Ja. En waarom heb je het nog niet laten repareren dan? Ja, ik heb gehoord dat er een klein gaatje in zit, maar de volgende APK is over 3 maanden of zo. Wil je de auto even starten alsjeblieft? Ja, dat is wel meer dan een heel klein gaatje, hoor. Er zit een behoorlijk gat in. Ik heb een test van mijn gaatje. Ik ga wel even motorlijns gebruiken of zo. Je krijgt er mij wel een bekeuring voor, want het is gewoon heel gevaarlijk. Ik kan er gewoon niet mee blijven rijden. Maar ik heb hem ook net een week gekocht, letterlijk. 4 oktober, zie ik. Ja, ik heb hem... Je hebt hem al meer dan 2 weken. Het staat al zo langs de deur. Je kan hier gewoon niet meer rijden. Ten eerste, het is heel gevaarlijk. Ten tweede, hoe kan ik daarachter komen dat het heel gevaarlijk is? Ik kan vanmorgen naar de garage brengen. Ik wist niet dat het gestuurd was. Ik hoor wel dat er een gaatje in zit. Ja, je hoort dat er een gaatje zit. Gevolgen kunnen zijn dat hij er onderuit kan vallen. Als je stilstaat voor de verkeerslichten in de files, kunnen de uitlaatgassen in je auto komen. Kun je bedwelmd raken. Daarom moet een uitlaat van voor tot achter helemaal gasdicht zijn. En daarom is dat ook gevaarlijk. Je bent de eerste in de garage, dus ik zal morgen letterlijk gelijk naar de garage gaan begrijpen. Dat begrijp ik. U krijgt er van mij wel een bekeuring voor. Die heb je vast weer terug. Ik ga het een en ander even noteren, kom ik zo bij je. Dat is de keurneusgraaf. Dat weet ik niet, dat moet ik even uitzoeken. En hij is niet eens zo erg hoor. Kom maar met je camera, kan je het horen. Of het gat groot of klein is, maakt niet uit, want het uitlaatsysteem dient over de gehele lengte gasdicht te zijn. In principe mag je niet rijden met de auto. Ik kom op nou, dat ook nog. Zeg je? Dat ook nog. Ik leg het even uit hoe het officieel werkt. In principe mag je niet meer rijden met de auto. Eigenlijk alleen vanaf hier naar een plaats waar je auto moet laten repareren of zelf gaat repareren. Ik heb een garage in Amsterdam die ik ken, maar hier niet. Nee, dat begrijp ik. Het is wel zo, zie ik jou over 2-3 uur hier weer rijden in Utrecht, krijg je van mij weer... Ja, ga ik even terug, hè? Nee, ik heb het even terug. Je geeft iets af en je rijdt terug naar huis waarschijnlijk. Ja. Maar zie ik jou over 2-3 uur weer rijden in Utrecht, dan ben jij gewoon aan het ronddraaien in mijn ogen. Geef mij weer een bekeuring krijgen. De bon is €240. Wat? Daar komt €7 administratiekosten komt erbij. Dat heeft allemaal met veiligheid te maken. Veiligheid voor jou van uitlaatgassen die in de auto kunnen komen. Door rood rijden, zulke dingen, die zijn maar €130. Als jij bedwelmd... Ik heb astma, vriend. Ik kan zo bedwelmend gebeuren. Ja, inderdaad. Maar door een uitlaat kan dat gebeuren. Als jij hem verliest en een motorrijder gaat eroverheen, is die motorrijder helemaal de sigaar. Zo'n gaatje, €240? Ja, een gasdichte of een... Een lekker uitlaat kost €240. Dat zijn bedragen die bepaal ik ook niet. Die bepaalt de minister. Dat moet je vooral niet doen. Nee, ik ga ook niet zo aanschrijven. Dat is heel goed. Achter op de bon die je thuis krijgt, dat zal een week of 2-3 zijn. Daar staat op hoe je in beroep kunt gaan. Ik zou een heel mooi verhaal gaan schrijven. Die krijg ik op mijn bureau. En dan ga ik wat terugschrijven naar de officier daarover. Ondanks alles wens ik je een hele prettige dag verder. De bestuurder mag nog naar huis rijden, maar hij zal zijn uitlaat direct moeten laten repareren.